taken zijn eigenlijk de dagelijkse dingen die de mensen zelf niet kunnen en waar ze hulp voor nodig hebben. En zij vragen ons meestal, dat zou ik vandaag graag willen doen. En dan doen we dat samen, of we proberen dat samen te doen. Miet Franse is bezig met haar stage in de thuiszorg. Vandaag staat ze in voor de verzorging van Mathilde. Gaan we dan nu een spelletje spelen? Ja. Is het goed? Ja? Oké. Okay. Je gaat alle rand van bed opmaken, tot een beetje poetsen, tot spelletje spelen, tot samen eens naar kerkhof gaan, winkelen gaan, de was doen. Ja. Hè? Wat je graag hebt, hè? Strijken. Kun je nog niks? Nee, hè? Miet schreef zich vorig jaar in voor een opleiding verzorgende zorgkundige via het OCMW van Heus de Zolder. En binnenkort gaan die opleidingen opnieuw van start. Het OCMW organiseert jaarlijks de opleiding van verzorgende zorgkundigen in samenwerking met de VDAB. Het is een eenjarige opleiding die zowel 600 uur theorie als 600 uur stage omvat. De stage is opgedeeld in 225 uur in het woonzorgcentrum, 225 uur in de thuiszorg en 150 in een keuzestage. En dat kan zowel een ziekenhuis zijn of een dagverzorgingscentrum. Voorzichtig, ja. kan nog warm zijn, dan roer ik nog wat. Ook Dirk koos vorig jaar voor de opleiding. Hij is nu bezig aan zijn stage in een woonzorgcentrum. Ik denk wel de beste keuze in mijn leven. Ik vind het zalig om te weten dat ik mensen die hulp nodig hebben kan helpen. Ja, ze zijn blij dat we komen. Ja. Voor de zorgbehoevenden maak je alvast een wereld van verschil. Nee, dat is waar. Dan zou ik me heel alleen voelen, denk ik. Dan zou ik me behouden dat ik vier kinderen heb, want die kunnen hier alle dag niet staan. Hè. Echt, gezelschap is heel belangrijk voor mij. Naast voldoening kan je ook rekenen op werkzekerheid, want zorgkundige is een knelpuntberoep. De cursus is gratis en iedereen die uitkeringsgerechtigd is, die mag deelnemen. Er is geen diploma-vereiste nodig. En heel wat cursisten krijgen eigenlijk al een aanbieding tijdens hun opleiding, zodat ze onmiddellijk nadien aan de slag kunnen gaan. Dat is voor ons heel fijn om te zien dat zij ook een tweede kans krijgen, een nieuwe start met een hart voor de zorg. Inschrijven kan via dit e-mailadres.